Okay, hier gaat het oor terminologie, en vooral nou is die verschil tussen die begrip een handelsbalans en een begrotingsbalans. Nou, als ons kijkt dat wanneer uitvoeren groter is als invoeren, dan zal ons sê, dat is een handelssurplus. En dan moet het te doen met handel. So, dat is een handelssurplus. Wanneer jouw uitvoeren kleiner is als jouw invoeren, dan het ons een handelstekort. Nou, wanneer die overheidsbesteding groter is als die belastinginkomste van overheid, dan sal ons sê, daar is een begrotingstekort. Terwyl wanneer overheidsbesteding minder is als die belastinginkomste van die overheid, dan het ons een begrotingssurplus. So maak net seker julle verstaan die verskil tussen 'n handelssurplus en 'n begrotingstekort of 'n begrotingssurplus.